Wat ben je laat? Ik begon me al een beetje ongerust te maken. Ja, schatje van me. Er is iets gebeurd. Bakker is dood. Nee, het is niet waar. Die vent van de IT-afdeling? Ja. En dat was dan Bakker. Zeg, ik heb honger. Maar hoe is hij dan gestorven? Nou, gewoon ergens in het trappenhuis. Lag hij helemaal in zijn eentje. Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd. Als een lulde behanger. En hij is zomaar naar beneden gevallen. Nou ja, dat is toch heel vreemd. Ja, hou even op, Mark. Ik ben net al 2 uur lang door de politie ondervraagd. De politie? Waarom was de politie er en waarom jij? Dat is toch normaal? Ze doen onderzoek. Luister nou, ik heb honger. Nou zeg, ik mag me toch wel een beetje zorgen maken? Je bent wel betrokken bij je moordzaak. Iemand waar jij een bloedhekel aan hebt, gaat dood. Zogenaamd per ongeluk. De politie verdenkt jou. En daar zou ik dan niks van mogen zeggen. Hoe kom je nou bij? Ik ben helemaal niet verdacht. Zweer me dat je daar niks mee te maken hebt. Oké, ik zweer het op het hoofd van mijn moeder. Nee, je moeder telt niet. Zweer op het hoofd van onze zoon. Oké, dat beloof ik. We moeten onderdak zien te vinden. We kunnen bij mijn tante terecht. Die zal geen moeilijke vragen stellen, dat weet ik heel zeker. En we moeten al ons spaargeld opnemen. En ik neem al mijn sieraden neem ik mee. En de papieren... Nee, de papieren, dat zien we dan nog wel. En jij moet je snor laten staan. Absoluut. Jij moet absoluut je snor laten staan. Oh, mijn god zeg. Oh, wat een verhaal. Ja, hallo. Mag ik 1 pizza margarita bestellen? Alsjeblieft. Ik ben er. Ik ben er. Oh. Wat er ook gebeurt, ik blijf altijd bij je. Ik zal altijd voor je zijn. Doe maar 2 margarita's. Goeie.